carrière spelen. En een leuk feit is dat wij op dit moment gewoon 3998 abonnees hebben op mijn kanaal. Dus nog 2 te gaan en dan hebben we de 4000. Hoe cool zou dat zijn als we dat gewoon nu gaan redden? Ik ben benieuwd. En het zou een klein feestje zijn, toch? We gaan eerst even alles instellen. Zodat we ook goed vindbaar zijn. Dat zou ook wel fijn zijn natuurlijk. Zo, update. Dit vind ik allemaal wel goed. Dit is trouwens mijn B-elftal, waar jullie naar dit kijken. Dit is mijn A-elftal, waarin Veerman geblesseerd is. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe lang hij nu geblesseerd is. Even checken. Het staat hier vast ergens. Player injured, Veerman 2 weken. Nou, dat valt nog enigszins mee. 2 weken is het overzien. Had erg gekund, zeg maar. En dan ben ik benieuwd wat het vandaag allemaal gaat brengen. Even thumbnailtje erop zetten. De rutjes thumbnail. Waarom ook niet? Op D. De rutjes thumbnail erop. Bam. Wat gaan we dan doen? We gaan gewoon lekker spelen. Eventjes. Stream erbij pakken. Is wel zo leuk als ik kan reageren op wat mensen zeggen. Toch? Eén like. Twee likes. Lekker bezig. Yo, Daan. First liker alweer. Rip Veerman. Zeker Rip Veerman. Welkom Daan. Je bent er snel bij, man. Lekker. Niks mis mee. Eens even kijken, ja. Tegen wie we moeten gaan spelen. Even kijken hoe ver we al zijn in de competitie. 30 wedstrijden. Er zitten 20 clubs in, denk ik. Ja, 20. Dus je moet er nu 38. Dus we moeten nog 8 wedstrijden. Ik krijg een melding en duw erop. Ja, die melding krijgt dus niet iedereen altijd. Dat is een beetje het rare. Maar goed. Bondscoach van Slovenië. Ja, er zit ook niet iedereen op te wachten, denk ik. Fix the problem myself. Yes, yes, yes. Veerman moet er helaas uit. Zullen wij Royce gewoon in de spits zetten? Kan hij dat? Kan hij? Ja, hij kan spits. Oké, zetten we Royce gewoon in de spits. Naast Rutjes. Hoe cool is dat? Yo, Nick, alles goed? Nog 2 subs. Ja, man. Ze moet het belletje induwen. Ja, maar dat werkt niet altijd. Ik merk het zelf ook hoor. Bij mensen op wie ik geabonneerd ben, dat het niet altijd werkt. Of dat het pas heel laat werkt of zo, weet je wel. Volgens mij zit hij nog, ja, hij zit nog op de bank. Rafinha maakt ook uit. Hoppatee. Nou, kunnen we nou wel simuleren? Yes, yes, yes. Lekker. Tello, gelijk. Bam. 1-0 achter. Dat gaat lekker. 2-1 verloren. Ah, wat jammer nou. Nou, dan moeten we de volgende wedstrijd maar weer zelf gaan spelen. Want simuleren, dat is weer kut. Ja, met mij gaat het goed. Met jou? Ja, met mij gaat het zeker goed, man. Gaat zeker goed. Feyenoord weer gewonnen. Was even billen knijpen aan het einde. Maar goed, dat gebeurt vaker. Gaat weer 3 jaar van je leven. Tegen Atalanta. Oh ja, ik zou Rutjes aanvoeren maken. Veerman is terug, gelukkig. Pak van hart.
Jou gaat het ook goed. Met Daan dan. Lekker. Oh, wacht, we moeten hier. Volgen. Dat moet natuurlijk hier. Captain Icardi. Sorry man, rutjes. Kan die lekker de beker omhoog houden als we die winnen. En de competitie, hè, als we die winnen. Ik weet niet eens meer hoe die eruit ziet in Italië. Ik ben het vergeten. Als ik hem zie, weet ik het vast wel weer. Maar mensen, mochten er nieuwe mensen zijn en je abonneert, laat even weten. Dan kunnen we even die 4000 in de gaten houden. Zo is het ook. Austria. Ik hoef geen bondscoach van Austria te worden. Sorry. Geen Oostenrijk voor mij. Veerman is bijna hersteld. Nou, wisselen we meestal toch op een gegeven moment. Die is toch altijd vrij snel moe. Yo, Piro Magic, alles goed man. Feyenoord, de verdediging moet anders worden. Geen B. die van de Heide moet echt weg, man. En eigenlijk zouden ze gewoon twee nieuwe verdedigers moeten halen. Een nieuwe centrumverdediger sowieso en een nieuwe rechtsback het liefst. Nou ja, hè? Hey, jij zet wel rood op 4000 subs in tegenstelling tot andere mensen. Zoals? Yo, Milan. Alles goed, man. Ja, gaat lekker met mij. Gaat lekker, gaat lekker. Maar andere mensen, Sander? Die was toch tot 200 of zo? Wat was er nou mee? Ook wat gemist? Ook wat gemist met Sander? Waarschijnlijk wel. Kug, Sander. Mark, zin in FIFA 19? Zeker zin in FIFA 19. Ik heb al gepreorderd. Feyenoord editie in dit geval. Oh, lekker Villalba. Gewoon over de zijlijn. Trucje. Hop, thee. Veerman jaagt de bal op. Of Ritjes, Veerman ook. Zo, begint een beetje te waaien hier. Mooi weer is wel over. Veerman met links. Jammer, jammer, jammer. Wie vind jij de nieuwe verdediger van Feyenoord moet worden? Ja, wie vind ik dat de nieuwe verdediger van Feyenoord moet worden? Sergio Ramos of zo, is dat wat? Ik ken er wel wat van, toch? Nee, ja, dat is wel het lastige ding, man. Ik let eigenlijk nooit zo op verdedigers. Ja, alleen ze fouten maken. Ja, dat is juist niet de bedoeling. In dit geval. Even terug. Oeh, rutjes. Jammer, jammer, jammer. Tapia, nieuw. Nee, geen Tapia. Tapia is echt te slecht. Firmino een paar keer scoren en dan is het weer rukken geblazen. De survival mode. Ja, ik weet niet of dat echt wat is, man. Wallace is goed. Zonder dat je mijn bericht op Messenger hebt gelezen, doe je toch precies wat ik adviseerde. Zo ben ik. Maar vaak doe ik het ook niet. Ja, weet je, ik ga niet live omdat iemand het zegt of omdat iemand het graag wil. Ik doe het vooral als ik het zelf wil. Hé, hey, tjabalalala, speelt hier. En als ik er zin en tijd voor heb. En ik heb er eigenlijk bijna altijd wel zin in. Rutjes. Ah, fuck. Gewoon snelle verdedigers halen of Geertruida. Of talenten. Ja, ik zou die Geertruida wat vaker willen zien spelen, man. Het schijnt best goed te zijn. Inderdaad, Niels, beste schande. Je adviseerde het streamen voor de 4K. Ah, oké. Okay. Ja, dat idee had ik zelf ook al. Ik zag 3998 staan. Dan denk ik, nou, misschien redden we het wel. Hè? Je weet het niet.
Maar je naam komt er wel te staan, Sander, maar ik heb vandaag echt geen tijd gehad, man. Dat soort dingen doe ik altijd door de weeks. Het weekend heb ik niet zoveel tijd en zin en zo, dat soort dingen. Komt goed, komt goed. Ja, ik heb een hele fucking post op Instagram van je donatie gedaan. Als mensen doneren, dan doe ik een post op Instagram ervan. Als je het wil. Als je het niet wil, niet natuurlijk. Sander heb ik het trouwens niet gevraagd, maar die wil het vast wel. Dacht ik zo. Dus ik dacht, doe het gewoon. Ah joh, Mancini, rot op man. Kom op, kom op. Firmino op Perisic. Op naar Rutjes. Rutjes op Veerman. Veerman naar Brozovic. Rutjes. Oh, jammer, 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 jammer. Maar ik graag gewoon of ik twee fake accounts wil aanmaken. Nog twee, dat wil ik je niet aandoen, man. Daan is er weer. Yo, Daan, alles goed, man. Kijk hoor. Ramon, yo, Ramon, alles goed. Ga nu even spelen. Anders mis ik de helft van de wedstrijd. Kom on, Rutjes. Kom on, Rutjes. FC Rutjes is dit. Oh, Firmino. Iets te ver voor je uit, man. Skiniar. Ik weet nog steeds niet hoe die gast heet. Ik lees die naam elke keer en denk van what the fuck. Ik heb nog steeds niet echt mijn best gedaan om het goed te lezen. Oh, Rutjes. Rutjes. Oh, weer. Shit. Ik denk schiet hem diagonaal, maar. Niet kwijtraken. Jammer. Oh, met links. Oh, kut. Ik denk die gaat wel met rechts schieten. Dan curl ik hem in de verre hoek. Maar gaat hij met links schieten? Beetje kut. Nou, Villalba. Oh, zit er iemand tussen? Jongens, het is echt een kutwedstrijd tot nu toe. Nou, dat was het gisteren ook. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Tjabalala. FIFA Insight gaat je inhalen, Sander. Als Robin ineens iets gaat doen. Yo, Stefan. Is er een Stefan? Yo, Stefan. Alles goed? Geen Stefan gezien op mijn kanaal. Welkom. En abonneer, zodat we die 4K gaan halen vandaag. Dat zou toch awesome zijn, of niet? Breken we gewoon een hele tent af hier, als dat gebeurt. Ik wou zeggen, dan gooi ik alles door het dak, maar dat doe ik maar niet, want ik heb net geschilderd. Moet ik weer opnieuw beginnen, daar heb ik niet zo zin in. Achterbal, lekker jongens. Yes! Hehe, lekker. Alsjeblieft, je hebt de 4K. Is het zo? Is het zo? Ik ga nu kijken. Ik ga nu kijken. Ik heb de 4K. Woep, woep. Yes, thanks, thanks, thanks. Lekker, lekker. Controle door het dak. Nee, dat niet. Lekker man. Thanks. Daar worden we nou vrolijk van. 3,9. Oh, Niels heeft het weer gedaan. Live porno in de stream. Ter ere van de 4000.
Fuck, 3999. 4000 kijkers alweer. Jongens, ik heb de 4K gezien. Ik heb het gezien. Als iemand alweer deabonneert. Ik kan me nog herinneren dat er 800 waren. Ja, ben je toen rond die tijd gekomen, jongens? Of Milan, bedoel ik. Ik kan me nog herinneren dat ik 1 sub had. Toen was ik begonnen. De goede oude Portsmouth career. Dat was de allerbeste career ever. Ik heb het de FIFA 18 weer geprobeerd. Maar het was toch niet helemaal hetzelfde dat ik het idee. Dat gaat gewoon niet. Dat is zo jammer. Oep. Oh. Fuck je. Fuck je. Oh, wat een klote bal. Rutjes, man, wat doe je? Wat is hier nou weer aan de hand? Brozovic geblesseerd. Portsmouth career was het beste van dit kanaal. Ja, moet ik daar nou op zeggen. Het was een leuke tijd. Het was een hele leuke tijd. Hoe heette die goede speler ook alweer? Ja, welke? Odoamadi zeker. Dat was de allerbeste van allemaal. Volgens Sander dan. We hadden de boze Mexicaan. We hadden Odoamadi. We hadden Bijlo. Dat is 2 jaar geleden, hè, dit jongens. 2 seizoenen geleden. Toen was Bijlo nog 16 of zo. Bijlo stond op doel, die nam alle penalties. Ik weet niet eens meer wie we nog meer hadden allemaal, joh. Een heleboel gehuurd in het begin. Abora, ja. Moa. Wat? Die was slecht. Die was echt kapot slecht. Niet te geloven. Zo slecht als die was. Chaplin was wel echt beest. Die was echt goed. Chaplin, die heb ik in FIFA 18 ook nog met de Twente carrière gehaald toen. Het begin van deze. Ik dacht die gaat erin, maar. Val mee. Chaplin. Daar gaat Rutjes. Oh, Rutjes. Die paas die was niet goed. Die moest buitenom. Maar jongens, hebben jullie nog een beetje genoten van de Feyenoord career video vandaag of wat? Sander zeker weten. Ik bedoel, zoveel goals voor Vidal, maar dat kan bijna niet anders. Rutjes heeft die bal gewoon. Lekker pik. Oh, terug naar Veerman. Dit wordt een Veerman. Henkie Veerman in combinatie met Rutjes. Beter dan dit wordt het niet. Ja, als Rutjes zou scoren. Bergwijn was toch de beste. Bergwijn was zo goed, ja. Ga weer, tot dadelijk. Tot zo, man, Stefan. Like voor meer vlogs van Mark. Vlogs? Ik heb 1 keer een mini-stukje ingesproken. Daar heb ik nog 2 keer over moeten doen ook. Want de eerste keer dat ik het insprak, toen zei ik laat ik morgen de finale zien. En toen dacht ik van, oh, dat is niet handig, want dan weten jullie al gelijk dat ik de finale al. Aan het begin van de video, dat is niet leuk. Dus toen heb ik het maar weer opnieuw gedaan. Gelukkig kwam ik er op tijd achter. Oh, Rutjes verprutst het weer. Hij verprutst zo'n hoop ballen, maar als hij scoort, dan is het gelijk geniaal. Kut, Rutjes ging buiten spel lopen. Ah, shit. Zaad spuiten tot de limit. Deze is wees. Stream op de wc kijken.
Veerman weer. Oh! Hoe kan je die missen, Pik? Hoe dan? Oh, Rutje is helemaal vrij daar. Zien jullie dat? Zien jullie dit? Dit wordt hem. Ah! Fuck! Als deze erin was gegaan. Dat had echt goud geweest. Wat scheelt het? Shit. Kut. Man. Rutjes, pasen. Hij had wel de bal moeten pasen, Pik. Oeh, lekker aan Danovic. Een goede keeper, hè? Helemaal niks mis mee. Villalba, tweede paal. Villalba, zonde. Laat is Daan. Is Daan, gaat Daan weg? Ah, jammer man. Milan, niks hem voor. Wat gaan we doen? Like als je wilt dat Mark een League 2 carrière moet doen in FIFA 19 met Odo Amadi. Moet Odo Amadi er wel in zitten? Oh, wauw. Ik zit echt op te letten. Anders moet ik hem aanmaken, zeker. Nice, die sliding. Kutzooi. Wat een paas van Rutjes dit, jongens. En dan staat die gloeiende buitenspel. Wereldpaas dit. Dat is echt millimeterwerk. Het is afgelopen. Heel even chat een beetje teruglezen. Het gaat erg snel. Chaplin, Odomadi, Abora, Bergwijn, Abora. Tjafak. Wat tjafak. Later Nick. Nick gaat weg. Oké, later. Maar dat hoort hij nu vast niet meer. Bijlo gehuurd, zeker. Niels gaat Fortnite spelen. Die Feyenoord carrière met Villalba en Simon Israël. Hoeveel zaad eruit kwam, telt voor alle weergraven. Klaar met mijn livestream. Yo, Alonso, alles goed? Ik weet niet of je er nog bent, maar... Oh, yo. Nou, we hebben in ieder geval weer gewonnen. Dat is lekker. Veerman gescoord. Beter dan dat wordt het toch niet. Behalve als Rutjes die ene bal erin had geschoten. Die corner. Dat had toch wel wat geweest als die hem erin had geschoten. Gaat Villalba nog scoren? Hallo? Ja. Had hij niet buitenspel moeten lopen? En had hij die voorzet, had hij er ook wel even in kunnen stoppen of niet? Maar ja. Zet Villalba in zijn wissel. Hij miste alle kansen. Ja. En Sander, als... Ik ga al mijn accounts een nieuwe naam geven. Als Sander doneert, ga ik weer scoren met Villalba. Tegen Cagliari.
Even kijken hoor, wat is er nou aan de hand? Ah ja, die Brozovic is natuurlijk geblesseerd. Ah, dat maakt niet uit. We hebben toch. Ik doe dit wel met mijn B-team. Deze toch moe. Nee, simuleren pick. Ik doneer geen 1 cent meer. Nou ja. Iedereen wordt er para van. Jee, 2-0 gewonnen met mijn B-team. Cool. We willen allemaal een Sander en weer weg. Bericht verwijderd. Wie zit die berichten te verwijderen? Jijzelf, doet Sander dat nou weer? Ik ben nu aardig en seksueel, laat me. Sander kapt met mijn berichten te verwijderen. Nou, inderdaad. Nou, dan mag jij een keer spelen, Virginio. Nou, doe deze ook gewoon even simuleren, joh. Fuck it. Joshua Bakker. Who the fuck is Joshua Bakker? 1-1. Woo! Hoeveel punten sta ik eigenlijk voor? Even kijken. Moordenaar, oorbeldrager, is die moordenaar? Er staan 16 punten voor, oh, dat kan niet meer missen. We worden kampioen, we worden kampioen, yay. Nou, schiet op. Firmino nog steeds topscorer. Moeder van Vidalba vermoord. Trainen Aloha. Ja, rustig Sander, rustig. Ja, al die cut-offers alsof je bondscoach van India wil worden. Zit je met al die Sings opgescheept. Coolies. Tegen Udinese. Training injury, even kijken. Waarom? Cancelo, lekker belangrijk. Kom op, kom op, kom op nou. Voor de bondscoach van India. Nee man, echt. Ik haat het om bondscoach te zijn, sowieso. Vind ik zo dom. Nou, hup. Met Jingan. Jee, 0-2. Icardi en Martinez. Martinez is wel goed trouwens. Die is alweer 84 gereden naar deze training, als het goed is. Klein stukje moet lukken, toch? Ja, 84 gereden dit. Zo, hoppatee. Mijn weer half vol. Yo, Harm. Welkom. Welkom, welkom. Tegen Sociolo.
De Ierse competitie komt er niet in. Ah, oh, rip de Ierse competitie. Nou. Eventjes. Ah, oh, verloren. Hoe kan dat nou? Ja, gaat lekker, Arne. Ik weet niet of je het mij vroeg geeft van een antwoord. Ik kan mij het schelen. Jou ook alles goed? Morgen weer werken, zeker? Doch heda. Ik zou ook niet wie er op de Ierse competitie zit te wachten. Maar goed. Behalve Sander dan. Die speelt hem. Ah, tegen Juventus. Yes, tegen Juventus. Oh, maar er zit weinig tijd tussen. Dus dan is iedereen weer moe en zo, zeker. Tegen Juventus en dan tegen Lazio. Tegen Lazio is dan de kampioenswedstrijd. Even kijken hoor, want dan moeten we ook de beker nog spelen, denk ik. Even kijken hoor. Beker ook tegen Juventus. Ah, nice. Oké, ik ga dus nog... Ik ga die tegen Juventus, de eerste wedstrijd, ga ik simuleren. Dan gaan we tegen... Lazio spelen. Simuleren. En dan gaan we daarna de finale... Dan doen we nog twee wedstrijdjes. Met jou gaat het best. Kijk, mooi man. Mooi, 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 mooi. Je hebt het gisteren gemist, Harm. Sander daagde mij uit om twee keer met rutjes te scoren. En het is me gelukt. En hij daagde mij uit. Dus als je twee keer met rutjes scoort, dan doneer ik. En ik scoorde twee keer met rutjes. Dus toen moest hij doneren. Ik heb €3 van hem gehad. Nee, je hoeft twee keer spelen en Lazio. Nee, want ik wil tegen Lazio spelen. Want dan krijg je de prijsuitreiking. Snap je? Savvy? Ik hoop dat Sander zijn hoogmoed afgestraft wordt. Ja, welke hoogmoed? Daar ben ik ook even... Ben ik ook even benieuwd naar. Dat heb ik ook even gemist, denk ik. Je had gisteren gedoneerd aan Sander. Ja, hij vertelde het. Nogmaals, thanks, hoor. Om Sander net zo goed te maken als jou. Hij ging gelijk Tita uitzenden vanmiddag, Sander. Met zijn GTA. Hoppatee. Je bent wel de eerste donateur van Sander. Is dat porno op mijn kanaal? Ja, ik ga het aangeven, man. Mark en Sander moeten een sekstape opnemen met Firmino en Villalba. Ik vind het een beetje raar. Deze even winnen en dan kunnen we de beker omhoog tillen als het goed is. Nou, hoeft niet eens te winnen. Rutjes is aanvoerder, dus dat komt goed. Oei. Dat is echt een beest hoor. Dat is echt niet normaal fysiek. Wij hebben Vida. En die Cardi die de bal kwijtraakt. Andanovic. Nou, Villalba. Yes. Nou, Sander. Spuit hem maar. Sander is ontmaagd op zijn PlayStation. Ja, soort van wel inderdaad. Ik hou ervan die random comment te plaatsen en dan de reactie van Mark te zien. Welke random comment?
Je hebt ontgroend en ontmaagd en Sander is allebei nog niet. Sander gaat ook bij een studentenclub natuurlijk. Hij gaat nu studeren. Allemaal belastingwetten. Jeetje, waar je zin in hebt. Belastingadviseur. Daar gaat Rutjes. Oh, fuck. Waarom is die paas niet goed? Veerman, waarom doe je me dit aan? Rutjes liep zo goed vrij. Is de paas niet goed? Ah, bal wordt geblokt. Jongen, jongen, jongen. Nu even de kelder schilderen. 1, 2, daar gaat hij. Is Bambi er ook, Sander? Dat geile hert. Wauw. Ik verbaas me soms echt over jullie. Blijft leuk. Blijft leuk. Hoppatee. Fuck jou, vuile kutscheid, grensrechter. Steek die vlag in je reet of zo. Ontmaag jezelf anaal met die kutvlag van je. Allee, mis. Je bent toch niet het kleine jochie? Jawel, jawel. Kindonvriendelijk? Wat is er nou weer kindonvriendelijk? Mijn hele stream is kindonvriendelijk. Ik ben de hele dag kindvriendelijk. Als hij op bed ligt, mag ik me dan even laten gaan, alsjeblieft? Gaat Perzic. Ik ga Rutjes vinden. Nee, die was op zoek naar Villalba. En deze kutverdediger. Waarom heeft die keeper ook een zwart ding? Oh, wacht. Alle corners moeten op Rutjes natuurlijk. Waarom vergeet ik dat? Mark, ik snap je wel, maar denk op je taalgebruik. Ah, ik was toch niet aan het schelden? Ik zeg alleen kut. Kut mag toch wel? Dat iemand zich anaal moet ontmaagden met een vlag, dat is gewoon niet zo heel erg. Hallo, weg, 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 weg. Perisic. Oh. Ik volg de chat niet meer. Mensen willen weten hoe lang we allemaal zijn. Mopveer, man. Pak die bal nou eens, man. Icardi. Wow. Lekkere paasrutjes. Jeetje. Wat een klote paas. Hij
je rot op met je voordeel, scheids. Jongen, jongen, jongen. Hij het nou, waarom voor hun? Ik ben 1,80, echt klein. Nee, man. 1,80 is echt niet klein. Ik ben 20, 1,85. Ik ben volgens mij iets van 1,88 of zo. Nederlanders zijn sowieso gewoon lang. Veerman in actie. Rutjes. Ah, shit. Wat een klote paas. Die verdedigers, die moeten echt eens even weggaan. Zo kan ik toen niet scoren. De hele tijd voorlopen. Ja joh, hoppatee. Hier is een vrije trap tegen. Dat verbaast me echt. Villalba voor zijn tweede. Nou Sander. Hoppatee, witte maar. Witte maar. Double tap met Rutjes. Waarom? Spel, waarom? Spuit sperma in het rond. Sander die doet de kabouter plopdans als Villalba scoort. Spuit, wou ik zeggen. Scoort. Lekker. Lekkere paas, maar niet eens. Kaku op rechts. Het is de volgende aanval spelen ze nu bij. Daar moeten we gebruik van maken, jongens. Lekker Veerman. Als Villalba spuiten, doe ik vrolijk mee. Ja, dat geloof ik graag. Lekker samen spuiten. Heerlijk. Wat slecht dit. Perisic die verneukt het weer. Het is niet te geloven. Die knakkert. Lekker Vida. Vida is goed. Wat een kutpaas. Ik zou boos om worden. Zo'n grafpaas. Hier nemen we bijvoorbeeld een Rutjes. Die paas tenminste goed. Nou, Rutjes nu even goed vrijlopen. Rutjes buitenspel. Koala. Richt ingetrokken. Waarom nou niet? Scheids. Doe er wat aan. Verdediger, ga weg. Wat een kutcorner. Doe hem dan strak.
Vida is moe. Rutjes, waarom ging je niet diep? Wat is er mis? Lukaku rechts buiten. Crap. Koffie drinken, kom net uit de kerk. Koffie drinken. Kan je nou nog wel slapen zo, man, als je nu nog koffie gaat drinken? Maar is goed, man. Later, man. Tot de volgende keer. En doe het leuk. Uit de draai. Kom maar, Retjes, even kappen was de bedoeling. Je moest kappen. Kappen en draaien. Nou. Door het dak. Kevin, speciaal voor jou. Kom zo terug. Even mijn OSM checken. Het ideale spuitmoment voor Kevin en hij is er niet. Op aangeven van Veerman scoort Firmino. Dwars door het dak. Hij breekt die hele tent af. Mark, zing een liedje uit jouw tijd. Weet je. Wat voor liedje? I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da. Dat is uit mijn tijd. Echt fantastisch nummer. Ik kan wel live wat zingen voor jullie morgen. Kevin moet zo toch echt even terug gaan kijken. Echt op aangeven van Veerman scoort Firmino. Maar het liedje kennen jullie toch wel, of niet? I'm blue. Eiffel 65. Hoorden vandaag nog toepakken op de radio. Dat is uit mijn tijd. Doneren en ik zing en dans. Sander doet alles als je doneert. Prijzen geld. 55 miljoen erbij. Ik ken dat liedje wel. Ja, dat begrijp ik. Dat kent iedereen wel, denk ik. Liedje ken ik niet. Bij mij gaat het niet verder dan Feyenoord. Tjonge jong. Ken je dat liedje echt niet? Sanne moet dance moves doen. Zulke dance moves. Gewoon jaren 80 disco muziek. Van die Fortnite dansjes. Oh, we gaan naar de... Oh shit. Oh, nou heb ik hem doorgedrukt. Nou hebben we geen huldiging met Rutjes gezien. Kut. Kut. Nou ja, dan zo de beker maar. Kutzooi. Ah, daar baal ik van. Ben je die hele huldiging vergeten? Goed gedaan. Ja, goed hè. Ja, ik druk altijd automatisch door. Dat is echt zo kut. Nou ja. Nu gaan we de bekerfinale spelen. Jawel, jawel. Bekerfinale, jongens. Komt dat zien. Persic met de corner. En Icardi met de kopbal. En Buffon is fucking kansloos. Maak eens een ophaal.
Ga mijn lul uit mijn broek aan die spuiten op tafel. Jongen, jongen, jongen. Manchester United en Mark verliest, maar wij konden het niet zien. Nee, ook weer zo'n verhaal. Echt, ik was gewoon die video gewoon kwijt. Echt kut, man. Maar ja. Het is niet anders. Morgen kunnen jullie van de finale genieten. Het is wel een spannende finale, kan ik je vertellen. Het is niet een 6-0 overwinning of zo. Het wordt een spannende finale. Tegen Bayern. Tegen Bayern München. Rutjes met op Veerman. Rutjes op Veerman, maar het lukt niet. Rutjes versus Chiellini. Oh, Villalba. Iets meer voor de man de volgende keer graag. Rutjes, Veerman. Rutjes, Rutjes loopt door. Rutjes, Villalba loopt door. Villalba loopt door. Legt hem op Rutjes. Oh, fucking Cuccellini. Ja, Perisic scoort. Maar Rutjes ligt daar geblesseerd op de grond. Hoe kan dit nou? En Villalba scoort niet, anders had je al een beetje gehyped. Je gaat het morgen zien, echt waar. Je gaat het morgen zien. Villalba heeft de capaciteiten niet. Rutjes geblesseerd en hij moet eraf. Dan krijgt hij weer geen huldiging. God. Nou, dan moet jou Juri maar in de spits. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik wou nog een Rutje special gaan maken, jongens, video. Maar het komt er nou ook niet meer van. Het komt er nu ook niet meer van. Oh. De bal komt niet bij Ciao Juri terecht. Ik was er even stil van. Ik ben gewoon in diep rouw momenteel. Dat Rutjes gewoon geblesseerd is geraakt. Laat alle kanten van Rutjes zien. Ook de dieptepunten die we allemaal diep treuren. Ja, ja. Misschien wel. Je moet even kijken wat het beeldmateriaal precies is. Maar ik snap niet dat die linie hier gewoon... Gewoon mee wegkomt. Hij schopt gewoon Rutjes geblesseerd. Hij schopt gewoon een sterspeler. Schopt hij uit de wedstrijd. What the fuck, gek. Nou, dan moet Veerman het maar doen. Leg terug op Veerman. Oeh. Wat een hobbels. Echt hoor, als Chiellini de bal heeft, ik ga gewoon keihard slidings op hem maken. Oh, er is Chiellini. Kut, mis. Lekker Veerman.
Hij onderschept weer die bal. Oeh, jammer. Kevin. Oh, Kevin is er weer met een ander kanaal. Kevin. Net in de laatste minuut van de vorige wedstrijd scoort Firmino op aangeven van Veerman. Hoe fucking geil wil je het hebben? Dus dan weet je het vast. Even terugkijken strakjes. Waarom mis ik altijd de mooie momenten? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Jij gaat weg. En precies op dat moment gebeurt het. Kom op. Lekker Vida. Rustig blijven. En gewoon lekker uitspelen. Rutjes geblesseerd uitgevallen. Heb je toch wel gezien? Ik moest pissen en naar OSM kijken. Het is gewoon niet... Nee. Het is gewoon niet eerlijk. Dat dit gebeurt. De hele stream is op rutjes gebaseerd. En dan gebeurt dit. Veerman in actie. Ciao Juri. Ciao Juri. Op Villalba. Villalba. Ik snap het niet. Lekker ciao Juri. Firmino op Veerman. Nu andersom. Fucking Buffon. Ciao Juri, stadion uit die bal, hoppatee. Maakt niet uit, jongen. Hij moet niet een te erge blessure hebben, 2 dagen of zo. Ja, maar er is geen wedstrijd meer, Rina. Dit is de bekerfinale. Dat is een beetje het punt. Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen. Wat is dit voor voorzet? Jeetje, Mina. Zo, Higuain, what the fuck, gast. Hoppatee, dit zijn Italiaanse verdedigers, de top. Allemaal neerschoppen. Interesseert me niks meer. Nog steeds kwaad dat ze rutjes kapot hebben geschopt. Oeh, jammer, jammer, jammer. Villalba op de transferlijst. Nee, nou, dit seizoen ga ik stoppen met de Inter-carrière. Jongens, Juri had laatst wel een goed idee. Misschien. Wat vinden jullie ervan? Hij zei van, misschien is het een leuk idee om... zeg maar aan je kijkers te vragen of ze in de carrière willen. Dus dat betekent dan dat ik dan mensen die zich opgeven, dat ik daar dan een poppetje van maak. En dat ik daar dan carrière mee ga spelen.
Dus dat ik er zelf in zit. En als Sander het leuk vindt, dan maak ik een poppetje die heet Sander. En dat die er dan bij zit. En als Milan het leuk vindt, dan doen we een poppetje die heet Milan. Etcetera, etcetera. En dan gaan we daar een carrière mee spelen. Wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat leuk? Is het leuk om te zien? Denk je? Is er gereed aan? Ik wil een carrière als keeper. Ik claim de spitspositie. Oh jee, nou dan gaan we daar weer ruzie over krijgen. Over wie op welke positie we komen. Krijgen we dat weer? Het is trouwens nog steeds maar 1-0. Dus we moeten wel even oppassen om niet nog een tegendoel te krijgen. Krijgen we dat weer? Zeg maar. Ah, fuck toch op, joh. Doe mij rechtsachter met Rutjes kapsel. Oh. Ja, ik krijg een penalty tegen. Ah, kut. Jongen, jongen, jongen. Nou, toen nog aan de bak ook hier. De hele beker kan me eigenlijk gestolen worden. Maar die partij verlies ik deze wedstrijd gewoon. Hier, fok jou gek. Kalini wordt eruit gelopen door Veerman. Nou Sander, spuiten we weer. Ik wil een verdediger met een hele grote snor, geen baard. Dus. Nou Sander, Villalba die bezorgt ons hier nog die beker. Veerman, hoe kan je die nou missen, Veerman? Jongen, jongen, jongen. Ik dacht ook wel, maar het is een man die ons laat trippen. Oh, oh. Maar jullie vinden het dus wel leuk als ik dat ga doen, begrijp ik. Het was Joris' idee. Zo is het ook. Moet ik wel een keer alle poppetjes gaan namaken. Oh, ciao Yuri, wordt niet bereikt. Zonde dit, zonde, zonde, zonde. Villalba konden we gewoon afmaken, maar nee, pasen naar Veerman. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moest het pasen naar Veerman. Nooit meer FIFA 18, waarom niet? Hoi, XX, yo, welkom, welkom, welkom. Ja, die prijsuitreiking, die kan me nu de tyfus genieten. Ben ik klaar mee. Ja, mag ik niet doorspoelen? Ja, wat maakt het nou uit, man? Fuck die prijsuitreiking. Met je kutrutjes geblesseerd. Jongen, jongen, jongen. Wat een drama. Niet te geloven. Nou goed mensen. Morgen komt er dus een nieuwe Feyenoord carrière video. Wat vinden jullie
een mooi tijdstip daarvoor. 'S Ochtends, vroeg, zoals altijd. Liefst 's middags. School is weer begonnen voor veel mensen. Hebben jullie voorkeur? Zeg het maar. Ik ga hem zo even inplannen dat hij online komt. Wel veel geld erbij. 246 miljoen winst, jongens. 0-1, dat is een goede tijd. Nee, man. 7 uur, 's ochtends. Ja, zal ik hem gewoon weer 7 uur 's ochtends doen? Dan kunnen mensen voordat ze naar school gaan en zo, kunnen ze hem lekker kijken. Ik wil gelijk kijken als ik wakker word. Na de rijles ben ik misschien dood. Ja, die kans zit er wel in natuurlijk. Oh. Nou, deze carrière zit erop, jongens. Ik ga met deze stoppen. De legendarische rutjes bij Intercarrière. Mooie goals heeft hij gemaakt, dat sowieso. Dat kunnen we niet ontkennen. Contract expiring. Nou ja, dit maakt ook allemaal niet uit. Jongens, die berichten gaan wel echt als een raket vandaag. 563 berichten. Ontslaaf Villalba. Ja, de carrière is toch ten einde. Maakt ook uit. Nou. Ik wil wel even kijken of je iedereen kan ontslaan nu. Maar ik heb geen geld. Cannot F. Ja, zie je, ik heb geen geld, dus ik kan niemand ontslaan. Dat is jammer. Jongens, halen we de 600 berichten nog vandaag? Gaan we wel even redden, toch? Dat zou even lekker zijn, 600 berichten. Nou, zo redden we het wel als iedereen gaat zeggen weg met Villalba. Sander, geen berichten verwijderen. Kan ik rutjes nog trainen? Is hij nog geblesseerd? Ah, hij is geblesseerd. Zonde dit. Zonde. Ik ga Veerman trainen. Veerman trainen. Wie gaat de Henk Veerman dans doen? Carrière experiment gedaan. Iedereen op het einde van een contract en keek wat er gebeurde zonder versterking. Beginseizoen veel verlengingen en free agents waren gejoined. Ja, want je moet wel een team hebben natuurlijk. Harm Oelen, Villalba moet blijven. Harm Oelen, ben je de Harm? Bij een andere Harm. We hebben namelijk een Harm hier ook. Die vaak kijkt. Dus vandaar. Maar even kijken hoor. Hoe zit het nu met het aantal subs? Dus even checken. Waar is mijn telefoon? Oh, hier. Mijn telefoon kan ik dat altijd goed zien. En ondertussen kennen we niet. Veerman gaat boven Villalba. Even kijken hoor. Like voor een Heerenveen carrière. Nee. We gingen een... Dan moet ik mensen na gaan maken. Dat was de bedoeling, toch? Ja, we hebben 4000 abonnees, jongens. Is dat even lekker, of niet? Even een screenshotje. Hoppatee. Als je Villalba niet ontslaat, deabonneer ik op Sander. Ik kijk altijd naar je video. Lekker, man. Thanks. Maar ik kan hem niet ontslaan, want ik heb geen geld.
São Pauli carrière. Ik heb een Martinboer carrière gedaan. Mark, verdien jij YouTube money? Ah, klein beetje. Niet heel veel. Dit shit loopt vast of zo. Duurt lang. Mark is rijk met zijn kapotte elektrische fiets. Zeker man. Maar zeker rijk. Om maar fiets daarmee te maken heeft hij geen idee. Meer geld met donaties aan YouTube, denk ik. Nee, dat is zeker niet waar. Ik heb niet meer geld met donaties aan YouTube. Ik heb 7190 vergeten accounts. Als ik die gevonden heb. Oh joh. Koop Boadu. Boadu, hoe de fuck is Boadu? Nou jongens, het zit erop. Yo, Stefan. Verkoop een speler en ontslaaf je dan. Het is wel je missie geworden, hè? Ik ben wel even benieuwd hoeveel geld ik nou heb. Yo, Stefan voor de derde keer. Dit is ook kapot lang. Well, youth development has never been of critical importance into the past. Ze zijn blij. Nu kan je hem ontslaan. Jongens, ik ga er toch mee stoppen. Ik vind het allemaal hartstikke leuk, maar voor vandaag ga ik ermee stoppen. Morgen dus nieuwe Feyenoord career video. Zeker even kijken. Want het is de finale van de Champions League. En allemaal even op like drukken, jongens. Vandaag was echt, echt gigantisch. Ik ga nog eens even kijken. Ik ga hem nu even erbij pakken. Video. Hoeveel likes? Hij stond op 46 de laatste keer dat ik keek. 46 is wel echt, echt fucking insane. Staat nog steeds op 46. Maakt niet uit. Thanks daarvoor. En morgen gewoon weer kijken. Hopelijk halen we die 56 gewoon weer. En de volgende keer, livestream, ga ik een nieuwe carrière doen. En ik denk met jullie erin. Dus wordt leuk. Fijne avond. Laters.